Elke dinsdagnamiddag zetten ze in sporthal De Posthoorn in Hamond de badmintonnetjes recht. En tussen de spelers staat er ook iemand die het pluimpje aardig weet te raken. Jeanne is 90 jaar en badminton heeft voor haar dan ook geen geheimen. Op een duur weet je dat wel, hè. Je moet, je begint met, je hebt dan een blauwe lijn en dan rechts beginnen. En dan moet de tegenstander, als je hem dan niet heeft gepakt, dan is het 1-0. En dan moet je aan de andere kant en dan weer over het net. Hoeveel is het? Jeanne speelt al meer dan 35 jaar badminton. Ik was kapster. En in mijn salon kwam mijn mevrouw, die de vrouw was van de voorzitter van badminton. En ze zegt, Janneke, heb je geen goesting om binnen met ons de badminton te spelen? Ik zeg, ja. Maar ik zeg, ja, volgend jaar, ik begin dan met u te spelen. Ja. En dan ben ik daar beginnen te spelen en blijven spelen. Hoe lang? 16-12. Oh. Ik breng ze gewoonlijk, normaal spelen ze in Achelen. En dan breng ze, als het mooi weer is, gaan ze wel eens met de fiets. En dan breng ze en dan gaan ze weer halen. Waar zijn die pluimpjes? Je bent in beweging, hè. En we hebben af en toe een vuifje, zo, je weet wel. Dan gaan we eens uit eten, ofwel is het spaghettiavond, ofwel koud buffet. Ja. Het is een gezellige club, hè. Jan, hier stond ik. Nee, hier. Ze wou stoppen, hè, toen ze 90 was. Zegt, ja, zou ik niet stoppen? Nee, wij zeiden allemaal, nee, niet doen. Want ja, zij is eigenlijk de star van de... Dan moet je echt bezig zijn als er die is, hè. Ja, ja, dat is echt fijn voor te zien. Ja, dat is een wonder eigenlijk, hè. Hoe is het? Hoi, hoi.